2020 was door de pandemie een bewogen jaar. De economie heeft een grote klap gehad. Hoe snel de economie herstelt, hangt af van het verloop van de pandemie. De stabiele groei van consumentendiensten is hard getroffen. Daartegenover is het Nederlandse spaargeld wel gegroeid, waardoor een snelle inhaalslag mogelijk is. De vraag naar fossiele brandstof is gedaald en de wereldhandel is gekrompen. Vooral de petrochemische industrie in de haven is getroffen. De werkgelegenheid is afgenomen en de werkloosheid is gestegen. We verwachten dat deze ontwikkeling in 2021 doorzet. Overheidssteun en sectoren die niet zijn getroffen hebben de impact van de crisis verzacht. De uitgaven van toeristen zijn vrijwel gehalveerd. Wat ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in deze sector. De groei van de bevolking is sterk afgenomen. Dit komt vooral door oversterfte en het afnemen van de migratie. Het is duidelijk, de coronacrisis heeft een flinke impact gehad op de economie. Maar door de stabiele groei van de jaren ervoor kan veel weer opleven zodra de lockdown voorbij is. Bestaande uitdagingen zijn echter vergroot. De haven en industrie stonden al onder druk door de transities van energie en digitalisering van productie. Hier zal herstel dus moeilijker zijn. Na de pandemie zal de stad met haar ontmoetingsfuncties naar verwachting weer een magneet worden. Voor bedrijvigheid, bewoners, bezoekers en economische ontwikkeling. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, weten we nu nog niet.